Vandaag is natuurlijk Bijltjesdag geweest. Dat heb je gezien. De nummer 1 ligt er volgens mij uit. De derde tijd in de eerste proef, ja. Iets toe moeten geven in die tweede, ja. Waar de verschillen uiteindelijk redelijk klein waren. Netjes in die top 10, maar de proef was je niet zo enthousiast over. Nou, de eerste proef wel, die vond ik leuk. Dat konden we gewoon goed doorrijden en dat was ook gewoon een mooie proef om te rijden. Dus dat resulteerde gewoon dat we starten vooraan en dan finishen vooraan. Dus dat was goed, derde plek denk ik. En vanmiddag die tweede proef. Het was zwaar joh, heel veel stenen en weet je, dan is het alleen maar de auto laten rollen en dan werd het wel lang, dus dat werd ik zat en op het end twee keer een navigatiefoutje en kwam ook een klein beetje door mij en dan ben je 5-6 minuten langzamer dan normaal en dan zie je gelijk dat we, ik weet het niet, ik geloof dat we 13, 14, 15 misschien wel iets later waren in die tweede proef, maar overal 11 of zo. Ja, dat kun je leiden dan, zeg maar. Ja, maar dat zijn maar een paar minuten, joh. Ja. Weet je, vandaag is natuurlijk Bijltjesdag geweest. Dat heb je gezien. De nummer 1 ligt er volgens mij uit. Dus niet verrassend. Dat weet je niet. Er gebeurt natuurlijk altijd wat. Vorig jaar won die, dus. Ja. Maar je weet hoe dat gaat. En morgen hebben we natuurlijk gewoon 500 kilometer. Dus er gaat er echt wel wat gebeuren. Dus als we morgen, en het zijn lange halen, onze parcours, dus Herman en ik kunnen natuurlijk morgen gewoon volle bak gaan. En dan hoop ik heel veel tijd het goed te kunnen maken op in ieder geval die jongens van Brinky. Die hebben natuurlijk toch de topsnelheid niet met de auto's. En dan, of in ieder geval Rick niet. En dan eens kijken of we daar een beetje kunnen gaan inlopen op die mannen. We gaan het zien. Ja, zeker weten.